Deze beschouwing die valt in de categorie filmbesprekingen. Ha, ik vind toch dat je het daarover moet hebben. Kijk, als je een leuke film wil kijken, moet je Genesis 1 gaan begrijpen. Kijk, dat is een leuke film. En Hosea is een leuke film. En het meeste werk van Jesaja is beste pruimen. Ook Jeremia moet je niet zo moeilijk overdoen. En David had best leuke liedjes. Maar goed, dan willen we films maken. En. Ik ben net zo'n uh, zo slimmuur als iedereen. Dus ik kijk films. Ik heb er ontzettend veel gezien. Echt. Verschrikkelijk. Ik weet nog, toen ik klein was, dat je dan in de krant kon zien welke films er draaiden in de bioscopen. En had je leeftijdsgrenzen. En ik weet nog dat ik door mijn tante werd meegenomen naar Tuschinski. Uh, Irene, dat is mijn oudste uh, tante. Van mijn vader's kant. En ik was nog helemaal geen veertien. En inderdaad, ik had daar niet binnen mogen. Want ik, ik moest bijna in mijn broek plassen van het lachen. Wat een grappige film. Het ja, was met zo'n zo zo Joodse vrouw. En zo'n man die er dan mooi uitziet. En die heette uh, die film. Hein? What's Up Doc. Dat een giller van een film. Echt zo slapstick, hè? Die vrouw is ook een zangeres. Hoe heet ze nou? Niet Barbara Streisand En dan ga je dan weer en dan weet je dat ook niet meer. Mijn volle nicht, Sanna, die weet dat soort uh, dingen, weet ze gelijk. Oh, dat was de, de Matt Dillon van die dagen. Ja, precies. Dus iemand als Matt Dillon, maar dan uit de jaren zeventig, toen ik twaalf was. En mijn tante mij uh, gewoon een kaartje kocht voor mijn verjaardag of zo. En ik nog tegen mijn tante, ja, maar die is 14 jaar en ouder. En, uh, en mijn tante zei: je moet niet zeuren, je moet je popcorn opeten. Want het is je verjaardag. En ik betaal. Dus ik heb heel veel films gezien. Ook gore films. Een echt gore film. Dat is de laatste tango in Parijs. Zelfs de seksscènes zijn als je enige... Nou, ik heb ook pornofilms gekeken. Dat is ook films. Hè. En die sex is in Last Tango in Paris... met Maria Shida... en de blok van uh, Apocalypse Now. En Easy Rider. Also. Nee, East of Eden of wat, Marlon Brando. Die had een... Makkelijke rol in uh, Apocalypse Now. Dat is ook een klote film. Ook in Apocalypse Now is de seks belachelijk. Het wordt er met de haren bijgesleurd. En het slaat nergens op. Een beetje blondines met dikke tieten en die roepen: ah, ah, ah. Nee, dat geloven wij direct. Hè. Marlon Brando in Last Tango in Paris. Ga die film niet kijken. Serieus, het kost je minimaal drie, vier keer kijken. voordat jij, net als ik, begrijp. dat het ging om een wraakzuchtige man. die zich wilde vergrijpen aan de vrouwen. Dus een, een man die wordt. verneukt. Door een vrouw. die vergrijpt zich aan een andere vrouw. en die vrouw die schiet hem dood. Dus je moet als man geen vrouwen verneuken. Maar hij was. Als... Nou, het is een lastige film. Ik zou hem niet kijken. Door zo'n rol als Marlon Brando te spelen had. denk ik, ja, dat kan ik ook. Een beetje. Uh, net als die uh, Harvey Keitel. Dat is ook zo een. Harvey Keitel die speelt precies dezelfde rol die ik iedere dag speel. als ik daar binnenkom met mijn zogenaamd vrolijke neus. en mijn zwabbers. en schoppers. Aan de cleaner. Oh, uh, uh, ik heb geen emotie, man. Ik maak alleen mijn schoon. Kijk. Iedereen kan dat spelen. In die film, hè, waarin Harvey Keitel de schoonmaker speelt. dat is pulp fiction. van die dolgedraaide jood. Denk ik dan, hè? Misschien is het geen Jood. Maar dat maakt me ook niet uit. Ja, hij doet Joods. Joods-Amerikaans. Uh, je kent het wel. Zoals uh, zo'n Joodse vrouw op een hele mooie film. En die heet Defamation. Maar dat is een documentaire film. En meestal vinden mensen documentaire films saai. Want die gaan uh, daadwerkelijk wat iemand uh, gedocumenteerd heeft. En daarin zegt een Joodse vrouw: van ja, al onze zonen die zitten in dat goyimland. land, een beetje geld te verdienen aan uh, prostitutie, uh, drank uh, en al die andere dingen, drugs. En dat komt omdat ze te lui zijn om te werken in het land van. Uh, hè? Dat is zo'n Joodse vrouw. Ik stond er uh, verbaasd van. Dat ze, uh, nou ja, goed, dat is dan Joods. Maar die wist het wel. En zo is het ook. Er zijn ontzettend veel hele slechte films gemaakt door Joden. Ja, maar Piggy, daar wil je nou antisemitisch over komen? Nou, het komt, die Joden maken meer films. Dat is net als met een coronatest. Hoe vaker je het test, des te vaker het fout positief is. Dat probleem heb je ook als je films gaat maken. Want als ik terugkijk op alle films die ik al maar heb gezien. en ik zou willen doorbrieven van. Ah, dat is nou een toffe film. Ik hoop dat. Uh, nou, uh, tien. dertien. En voor de rest denk ik. Uh, ga maar kijken naar porno. Dan weet ik tenminste wat klotefilms zijn. Of kutfilms. En dat ik er niet naar moet kijken. Dus. Je wordt voor de gek gehouden waar je bij staat. Bijvoorbeeld zo'n film... The Night Porter. Met Is dat Sidney Poitier? Zou dat zou wel eens kunnen. Ik kan hem nou opzoeken op IMDB, maar ik ga het niet doen. Ik heb The Night Porter gezien in de jaren zeventig. In een obscure bioscoop in de Straat in Amsterdam. Met de jongste broer van mijn moeder... En ik vond het zo'n imponerende film. Vooral die scène waarin zij. Uh, dus hij wil de deur open doen. En dat krijgt hij uiteindelijk voor elkaar. En dan stapt hij met zijn blote voeten in de scherven van een pot sham. En zij begint dan die sham op te eten. En haar hele mond wordt rood. Nou, als je dat wil zien, The night Porter. Dat is jouw film. Het was toen een schokkende film, snap je? En dat was geschiedvervalsing. Want er was geen sprake van SM seks tussen SS-officieren en Joodse mooie vrouwen met kleine titel. Het is uh, ge gefantaseerd als een combinatie van de Holocaust en seks. Ja, maar in de Holocaust er waren ook echt van die hele geile snollen. Weet je wel. Uh, en, uh, nou, dat was ook echt wel uh, heel bijzonder en zo. Met blote mensen, snap je wel. Nou, dat is smerig. Daar zou ik niet naar kijken, hoor. Nee, ik heb het gedaan. En toen ik hem terugkeek. Ik heb speciaal die film gekocht en teruggekeken. En dan ging ik vooruitspoelen naar die grappige scène op het einde. En zelfs die grappige scène was niet eens zo grappig als in mijn herinnering was. Dat ik dacht, jeetje, wat slecht geacteerd. Hij had het niet beter gekend. Kijk, je wordt als je kijkt naar een film helemaal bevangen door de boodschap daarvan. He, zoals je de Bijbel moet lezen, het gaat om een boodschap die erin zit. Dat boek moet tegen je spreken. En zo laat je een film tegen je spreken en dan ben je er helemaal vol onder de indruk. En ook, oeh, ah, uh. ja, bijvoorbeeld die, die film uh, met die uh, Tyrannosaurus Rex. Weet je nou, met Goldbloom, ook een Jood. Goldbloom, die, die speelt de hoofdrol. Het gaat er weer om. Jurassic Park. Ja, dat is een goede film. Dus iedereen gaat in die film. Als je die film kijkt. Hè, en je zit in de bioscoop met z'n allen. dan trekt iedereen zijn knieën omhoog. op een bepaald moment. Want daar hebben ze die hele goede scène in gemaakt. Dat is mensen. en die, die zitten veilig. maar hun benen die bengelen. en daar loopt de. de raptosaurus of zo. En die zijn ook gevaarlijk. En dan, dan trek je je benen omhoog. Kijk, zo maakt die film indruk op jou dat je lichaam helemaal mee gaat denken: Waar ik de mijn benen vast omhoog, want ik zie een Tyrannosaurus Rex. Of een Raptor X of zo. En daarom vind ik Jurassic Park echt een goede, fatsoenlijke film. Als je gym wil doen, je wil niet alleen een beetje kijken en beoordelen, maar ook met je lichaam. Helemaal. Jurassic Park. Prima idee. Joods en acceptabel. Dat vind ik ook van die uh, slashermovies. Er zitten er ook een aantal tussen die. te guitig voor woorden zijn. Zoals Halloween. Wat een schattige film. En uh, Friday the 13th, dat is heel wel ja, knus. Echt wel leuk. En het haalt het niet bij dat Japanse monster van een film, The Ring. Kijk, en dat is nou een film die je moet kijken. Dat zeg ik je nu. Hè? Je kan Halloween gaan kijken, dus goudig, dus, uh, Friday the 13th, is hartstikke leuk. Uh, I Know What You Did Last Summer. He. Hartstikke leuk. Een film als Hamam. Dit is een cultureel geaccepteerde film hier in Nederland. Heb ik moeten kijken van mijn vrouw. En het gaat dan over een Mohammedaan. En die komt uit de kast. En uh, die doet het dan toch met een uh, andere kerel. Die nee, weet, weet ik wel wat. Het is een gatsverdammes. Dat is gewoon een smerige film. The Ring. Dat is een mooie film. En die adviseer ik je te kijken. En vooral te kijken naar de manier waarop Japanners er tegenaan kijken. De Japanse, daar gaat het om. Ja, maar je kunt geen Japans. Ja, je hebt Engelse ondertitels. Dus niet zo zeug, alsjeblieft. En Japans is geen Chinees, dus als je Nihao weet, dan kan je nog steeds geen Japanse film verstaan. De Ring is een. Dat, dat, dat gaat daadwerkelijk over het huwelijk. De waarde van de eenheid tussen papa en mama om voor het kind te kunnen zorgen. Oh, maar Piggy, dat kan niet wat je nou zegt. Ja. Dat zit er dus wel in. En als je goed kijkt naar The Ring, en je bent zo'n emotionele lul als ik. Dus ik heb niet meer dan tien keer in mijn leven gehuild, hè? Echt niet, hè? En ik heb gehuild bij The Ring. Daar kan ik niks aan doen. Zoveel medelijden met dat meisje waar het dan om gaat. Dat meisje is het geboren kwaad. Dus dat meisje moet maar dood. Want ze is het geboren kwaad. Je moet haar niet in je buurt hebben. Zij is bezeten. En dat meisje. En dan haar woede. Als je begrijpt wat die film bedoelt. dan gaan je haren recht overeind staan en dan ga je huilen. Want dan ben je net zo boos als zij. Dus The ring is keurig. Hele mooie architectuuropnames. De, de, de scène, de, de locatie heet dat dan. Hè? De, het is zo goed. En zo simpel. En geen acteerwerk. Dat is erg belangrijk. Mensen die hun teksten uitspreken. Geweldig. Het verhaal, het verhaal laten zijn zonder emotie. AUB. Geen William Schutspier. Schutspeer moet je zeggen. Schutspeer. Dat is Athene. Dus Athene is de godin met een speer. En een speer die, die ga je eerst schudden. En je schudt die speer. En dan voel je alles. En dan voel je de trilling van die speer. En in die speer die. Dat is Athene. William Shakespeare vandaar. Het is een clownesk gedoe. Ik heb zelf gespeeld. In, uh... Nou, niet. Ik, ik, heb, ik heb ermee te maken gehad. En ik mocht Richard III of Henry VIII. Het maakt me niet uit. Een of ander werk van meneer Schutzpeer. Ik zou de hoofdrol krijgen. En ik heb vriendelijk bedankt. Misschien had ik het moeten doen. Wat levert het op? Een beetje emoties. Ik hou niet van emoties. Je barst in tranen uit als het moet. En dan is het ook zo. Dat is ook zoiets. Met het... Ik heb toneel gespeeld. Hè? Ik speelde iedereen eruit. Serieus? Ik las die tekst. Ik, die homoseksuele regisseur. En zijn homoseksuele assistentregisseur. En de LGBTQ-medewerker van de Huppeltje Pub. Ik zat midden in Sodom. En dan ging het, ja. En wat je voelt, dan moet je uiten. Je moet je lichaam laten gaan. En het is allemaal bla bla bla. bla en geen bedachte dingen. En dan denk ik, nou, dat is goed. Ik kreeg het allemaal voor de kanis. Ik heb daar vrouwen laten huilen. Die moest ik nog troosten ook. Die raakte helemaal overstuur. Ik heb met kerels lopen tongen. Serieus? Ja, als die homoseksuele regisseur. met zijn homoseksuele assistentregisseur. en die andere LGBTQ-lui. dat allemaal zo makkelijk over doen. En er wordt gezegd: het gaat erom dat als je speelt. dan is dit de tekst. en dat is wat je gaat doen. dan doen we dat toch? Een gymleraar was het. En het was best een aardige film, uiteindelijk. Het was een mooie voorstelling. Een mooie foto's. Ik heb dat voor geen goud ter wereld willen missen. Alleen ook nog de hoofdrol in Richard III, denk ik. Ja, ik heb het nou wel gehad. Goeie films. The Ring is een goede film. Wat ik ook een goede film vind, is Le Grande Buff, de grote vreedpartij. Daarin speelt Michel Piccolini, uh, die mooie Italiaan. Ja, ik kan nou IMDb erbij pakken, maar Le Grande Buff, de grote vreedpartij, Michel Piccolini Marce Marcello Mastroianni zit er ook in. Alleen maar echte hotshots van die dagen. En die gaan zich dood eten, want ze hebben zwaar genoeg van de maatschappij. Geweldige film. En wat ik zo mooi vind aan die film is dat je kan zien dat Iedereen het eens is met het thema. En zij hebben natuurlijk ontzettend lekker eten. Ja, ze doen alsof ze daar verschrikkelijk... Die ene is een meesterkok en de andere heeft ook die bulk van de poen. En alles is genoeg. Hè? En ze spreken dan netjes van tevoren af... We gaan ons alleen dood eten en geen prostituees... En dan gaat die piloot, dus Marcello Mastriono, die gaat zeggen, ja, ik heb er nog eens over nagedacht en, en ik wil het toch niet. Ik wil me wel dood eten, maar niet zonder prostituees erbij. En Marcello Mastriono gaat als eerste dood. Ja, een prachtige film. En die Piccolini, die speelt geweldig. Nou, allemaal. En, en die, ook zo'n Italiaan. En zijn naam is een beetje een rare Italiaanse naam. Die schiet me nog niet te binnen. Maar mijn volle nicht Sanna weet dat wel. En jij ook, IMDb, je ziet zo. En, en dat is dan de meesterkok. Oh, geweldig. Dus die acteurs. En dat lichtpersoneel. En de cameramensen. Die hebben een uitnodiging gehad. Want we gaan ons drie weken lang helemaal te buiten vreten en Shamba de Lampignes. En elke dag wat anders. En onderwijl een beetje ja, de film maken. Kijk, dat is een leuk uitgangspunt voor een film. En dat straalt er ook helemaal vanaf. Die scène met Michel Piccolini. Dat hij op het balkon staat... en dat hij... diarree krijgt... Terwijl hij in elkaar zakt. Dus hij staat nog enigszins overeind op het balkon. En dan heeft hij een pyjama-broek aan. Er komt een enorme bruine vlek in. En een enorme veel scheten. En dan is hij ongelooflijk opgelucht. Van En dan is hij dood. Geweldig. En daarbij moet je door. Door dat beeld heen kijken. Je kijkt naar een aantal acteurs. en die hebben ongelooflijk plezier in wat ze aan het doen zijn. En ja, je hebt daar wel bloot vrouwenwerk in. Ja, en dat stoort mij niet. Omdat die prostituees vertrekken. Dat is ook zo'n goede scène. Dus die prostituees die zijn er uitgenodigd. en die doen in eerste instantie vrolijk mee. En, en dan zeggen die prostituees: Ja, ik word hier depressief van. Ik vind het niet leuk meer. Het, het kan wel geld opleveren. Ik vind dit niet leuk meer. En ik ga weg. En dan zegt die andere prostituee: Oh, ik ben het helemaal met je eens. Ik ga weg. En dat is de dood van Marcello Mastroianni om maar te beginnen, want iedereen gaat dood. En de enige die overblijft, dat is de kinderjuffrouw. Ja, je moet het maar verzinnen, hè? De mama. Dat is echt een hele leuke film. En het eindbeeld is zo dramatisch, zo anti maatschappijfilm. Dat het is. Iedereen is gek geworden. En dat vind ik goed aan die film. Dus dat je je eigen verstandigheid meet aan de verstandigheid van Marcello Mastroianni. Of die rechter, hoe heet het die ook alweer? Piccolini, dat was die televisieregisseur. Het is een geweldige scène. Dan zijn die vier mannen zich aan het voorbereiden om zich te gaan doodeten. En van iedere man zie je het voorafgaande verhaal. En Michel Piccolini die heeft nog even één gesprek met zijn dochter. En Michel Piccolini is een beroemde televisieregisseur. En zijn dochter heeft een nieuwe vriend. En dat is een Negro-wiende man die dansen kan. En of papa niet een baanvorm heeft. En hij vraagt nog aan haar, aan zijn dochter, van, uh... het, 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 heb jij, jou, jij hebt meer contact met je moeder dan met mij, of niet? Ja, zei ze, ik hoor mijn mama, zoiets was het. Je belt me nooit, hè? Maar nou heb je een negen vriend en die kan dansen en of ik een baantje heb. Nou, ik ga erover nadenken. Je hoort hem van me. En helemaal niet, want papa gaat zich dood eten. Ja, je kan zeggen dat is helemaal onbijbels en dat is het ook. En het is zo recht voor zijn raap dat je denkt: wat een leuke film. Dat die, die vrouw van die meesterkok ook zei: Wat ga je doen? Je neemt al je messen mee. Hij zei: Ja, ik neem al mijn messen mee. Allemaal. Ja, maar wat ga je dan doen? Uh, lekker koken. En die vrouw, die vertrouwt het niet, hè? Maar dat doet hij anders nooit, hoor. Dat hij alles meeneemt. Al zijn messen. Ja, vind je het gek? We gaan ook gestachte koe met rundvlees eten. En dan moet je uit bijna. Je moet alles kunnen. Alles. Alle recepten die er zijn. Alles. En die Franse keuken, die moet je kennen. Dat is... Uh... Ja, ga er maar aan staan. Dat is een verfijnde smaak, is niet die, die Spanjolen, die flikkeren overal maar peper in en paprika en uh, knoflook en dan smaakt dat lekker. Want er zitten verse garnalen in. Ja, de Franse keuken is een beetje anders, dacht ik. Dat is maar roe, moet je maken. En die andere ook. Stork of wat weet dat? Wat bedoel ik nou? Je hebt die bouillon... En je hebt die ingekookte bouillon met botten. Ik heb dat ook een keer gemaakt. Dat is lekker hoor. Ga je naar de slager, heb ik ook gedaan. Dan vraag je aan die slager: mag ik botten? Dan kijken ze je heel raar aan. Oh ja, die hebben we toch wel. Ja, en dan krijg je allemaal botten. En dat kost dan niks per kilo. Dat is zwaarder dan de euro's. En, en, en dan sjouw je al die botten naar huis. En dan koken met die handel. Laurieren erbij. Een beetje tomatenpuree. Oh, en langzaam kachelen, zo heet dat. En wachten tot het gaar is. En mannen kunnen het beste koken, laten we eerlijk zijn. En ze willen dat dan niet meer, hè? Ze houden ermee op. Het is dus de jaren zeventig. Een soort reactie op die dolomina gebeuren, denk ik. De vrouwen die hun BH's gaan verbranden. Ja, dat vinden die mannen leuk. He, die mannen die staan op gevaarlijke dakpannen waar ze uit kunnen glijden zonder veiligheidshest. En die vrouwen kopen van die poen dan BH's. En dan gaan ze die BH's en plein publiek verbranden op het Willensplein in Utrecht. Nou, dan kijk je dan als kerel vanaf je bouwsteiger naar beneden waar die vrouwen BH's. De jou door met je zure centen verdiende of je zuurverdiende centen... Uh, gaan die BH's in vlammen op, want mevrouw heeft zich bedacht. Ze dacht, nou, ik wil toch geen BH. Ja, koop er dan ook niet één. Is dat van onzin? En dan krijg je dat soort films als uh, Le Grand buff. En dan gaan wij wel vreten. En we gaan allemaal dood. We gaan toch dood. Maar wel op een leuke manier. Op een manier die wij hebben gekozen. Het te fix. Uh... Oh, en dan terug over The Ring. Ik adviseer je om als eerste te kijken naar de Amerikaanse versie. Die is... Ja, dit, dit is een namaak. Ja, meestal is het zo dat die Japanners uh, dingen namaakten van het Westen. En in het geval van The Ring is dat precies andersom. Dus The Ring is origineel in Japan gemaakt. En die is nagemaakt in Amerika. En daar heet hij ook The Ring... Dus dat is best lastig. Dat je weet welke je hebt. En die Amerikaanse is angstaanjagender. Heel theatraal. Maar die zou ik als eerste bekijken. En dan die Japanse. de Japanse is zo lekker simpel. En niet dat theatrale Amerikaanse gedoe erbij met stijgerende paarden op boten. Een mooie film The Ring. In de, de film Vesten. En daar ga ik toch even de regisseur van bijzoeken. Dus erg de moeite waard. Vesten is met een F van Ferdinand. Vesten. Komt hij al? Vesten. The Celebration, 1998. Dat is een Deense film van Thomas Winterbaak. Geweldige film. Deze film is. Dat uh, was de eerste film die gemaakt werd in het dogma 95. Dogma ze hebben een dogma verzonnen en dat noemden ze dogma. Regels van chastity. Wat is chastity? Iets van zedigheid. Ik wil het iedereen aanraden om daarnaar te kijken. Ook daar is het acteerwerk goud. Van iedereen, hè? Iedereen wist precies waarom ze het deden. Ook geen emoties. Dat is niet nodig. Je doet iets of je doet het niet. En daar hoef je niet bij te schreeuwen. Behalve dan die, die geweldige scène van die broer... En die komt erachter dat zijn vrouw de zwarte schoenen is vergeten. En dan moet hij in zijn bruine schoenen naar het feest. En dan gaat hij helemaal uit zijn dak. Is goed scène. En dan zegt hij ja, uiteindelijk, als hij helemaal uitgesweet is en uitgeraasd is, en ook wel snapt dat hij nu een keer geen zwarte schoenen heeft en dat het in zijn bruine schoenen moet. En dat hij maar de verachting van zijn vader over zich heen moet krijgen. En dat beseft hij dan. En dan moet hij van zijn ding af en dan zegt hij tegen haar: Nou, zullen we dan even liggen? En dan hebben ze seks. En zijn vrouw begrijpt dat. Die doet er niet moeilijk over. Zo zijn die mannen. Geweldige film. En het mooie van het dogma-principe is dat het niet gekunsteld is. En neem je een film als uh, White Eyes Shot van Stanley Kubrick. Dat is een hele interessante film. En pocherig. Er wordt gepocht. Die beroemde scène in Ice White Shirt... Met die blote vrouwen en dat satanistische ritueel en een orgie. Ja, dat is opgenomen daadwerkelijk in een kasteel van de familie Rothschild. Ja, jij snapt wel dat jij en ik niet even een film kunnen maken en dan de familie Rothschild bellen. Van, nou, ik dacht even, ik maak een filmpje. Kan ik jullie huis even gebruiken? Hé, hey, dat kan Stanley Kubrick wel. En daarom is dat niet zo interessant. Het enige leuke van een Ice White shirt is het einde waarop die vrouw tegen die man zegt: als het kerstmis is, laten we voortplanten. Let's let us fuck. Dat is wel uh, happy end natuurlijk. En voor de rest zit je je alleen maar af te vragen als je die film hebt bekeken. Van, is dat echt zo? Zijn er mensen zo rijk? En zo machtig? Is dat echt zo? En daarom kan je, wat mij betreft, kijken naar Ice White Shirt. En ga er maar vanuit dat het een geromantiseerde versie is. van hoe het echt zo is. Het is niet zo bijzonder als in die film is. En het komt erop neer. Ja, je weet het wel, als je een eigen documentaire gaat maken. van je mooiste vakantie naar Italië. dan, dan ziet het er altijd leuker uit dan hoe het in het echt was. Het geeft een beeld. Dus. En het is ook leuk om te weten met Stanley Kubrick dat hij betrokken was bij die maanlandingsoperatie. Het gaat om uh, fakerie op zijn engels. Ze dus kan een film maken van iets wat er helemaal niet is. En dan werk je met decor en belichting en. Je hebt dan de projectie van de achterkant. Dus dan heb je een, een doek hangen. En op de achterkant projecteer je een beeld. En dan voor dat beeld lopen de mensen. Wat je ook kan doen, is dat je dat doek aanlicht van voren. Dat is ingewikkelder. Je moet geen schade hebben. En dat kan wel. Het is een kwestie van de, ja, de boel op de goede manier ophangen. En dat kon Stanley Kubrick. Front Screen Projection. Maar neem dan zo'n film van, van Kubrick, The Shining. Wat is het nou voor film? Waar gaat die nou over? Ik weet het niet hoor. Ik heb hem wel heel vaak gezien. Ik, uh, ik begrijp niet waar die over gaat. Ik begrijp ook het happy end niet... Ik vind het een merkwaardige film. Dat is het enige. Ik vind het net zo'n rare film als The Omen. Bij The Omen, 666, de nummer of the beast. Met Gregory Peck. En een beroemde actrice van die dagen. Ja, en Daarin is dan het goede bericht dat uh, Satan doorleeft. En dat begrijp ik niet. Wat is daar nog geinig aan? Hoe kan je nou een, daar een goed gevoel van krijgen? Tenzij je het hoog uh, joh, Het, het kwad is er nu een keer en we moeten zelf gewoon weer heel goed zijn. Ja. Oh, Neem zo'n film in de naam van de Roos. Waarom zou je die kijken? Met die schot die, uh, die James Bond speelde. Ian uh, Dingens. In de Naam van de Roos. Dat is een roman van Umberto Eco. Umberto Eco was een politiek wetenschapper. Weer politiek wetenschapper. Dus hij was een uh, political scientist. Dus zijn wetenschap bestond uit politiek. Dus, uh, hoe doe je politiek? Dat is Umberto Eco. Maar een, een, een platonist. De staat. En dan komt Umberto Eco met die roman uh, in de naam van de roos. En wat wordt dan gezegd door die, die, die film? heet nou? Ian. Uh, en die zegt dan... Ja, yeah, het is belangrijk dat de kerk heel veel geld krijgt. Anders kan de kerk haar goede werk... Niet doen. Ja, dat is typisch hoe Christus was. En eh, jongens, ik wil even zeggen: ik ben de weg, de waarheid in het leven, maar eerst cent op tafel, anders kan ik het niet zijn, snap je? Eh, dat, is, dat is de katholieke kutkerk. En de katholieke kutkerk, eh, ga er maar vanuit: 98% is van de katholieke kutkerk. noemen ze wel andere belachelijke films. Batman Returns. Waar gaat het over? De Terminator. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Als je naar de Terminator kijkt... dan moet je ook kijken... naar de Matrix. En dan inzien dat mensen... toch eigenlijk wel... een idee hebben... waar Metafysica over gaat. Namelijk de combinatie van die twee films... en daar gaat het om. Nou, dat begrijp je dan, of je begrijpt het niet. En het zijn allebei hele onderhoudende series. Waarbij de Matrix... Uh, ja, deel 2 vind ik... Mm, en deel 3... Maar deel 1 ja, zit mooi in elkaar. Hè? En deel 3 vind ik ook wel mooi. Zo. Deel 2 is uh, maar de helft. Hè? Je hebt je deel 2 gekeken van de Matrix... En ik denk je, hey, het is helemaal niet afgelopen. Nee, je... Het is een beetje raar eigenlijk. En bij de Terminator, deel 1, 2 en 3, allebei, alle, sorry, alle drie, maar allebei de sequels vind ik fatsoenlijk. Waarom niet? En het loopt allemaal goed af. Dus, joh, wat wil je nog meer En Stanley Kubrick en die maanlanding... geloof me dat ze die, dat die techniek die Stanley Kubrick heeft gebruikt... dat ze die techniek ook hebben gebruikt... bij het uh, namaken van hoe de maanlanding eruit zou zien... als we het echt zouden hebben gedaan. Natuurlijk. We zijn helemaal niet naar de maan geweest... Als wij naar de maan waren geweest, dan hadden wij precies geweten wat de zwaartekracht is op de maan. Op 29 juli 1967. Maar dat weten we helemaal niet. En weet je waarom niet? Nou, we zijn er helemaal nooit geweest. De, de zwaartekracht op de maan dat is nog steeds uh, met een model. De zwaartekracht daar is 1,6 van hier op aarde. Ja, en we hebben het niet gemeten. Dat is de NASA vergeten. Hij je gaat er weg. Mooie films. Dus uh, Space Odyssey 2001. Ik zou het laten zitten. Boring. Dat is ook van Kubrick. Laat me zitten. Ice White Shirt kan je nog doen. Maar waarom eigenlijk? Vesten is daadwerkelijk een ontroerende film. En dat is The Ring ook. Maar het is Le Grand de Buff ook. Last Tango in Paris, weet ik helemaal niks. Apocalypse nou hou toch op. Ik zal het voor de rest eigenlijk niet weten. Wat is nou een leuke film? En van welke film krijg je nou een goed gevoel? Hoe oh, dat leven der anderen of des anderen? Deem anderen. Mijn Duits is een beetje roestig. Het leven van de andere mensen. Het leven van de anderen. Het gaat over een afluisterspion in Oost-Duitsland. En iemand in die verspreidt geschriften met een typemachine. Hartverscheurende film. Laat goed zien dat, dat, ik noem het matriarchale, dat is communistisch. Dat is de overheid als een mama. Een mama moet alles weten. En wat dat aanricht bij mensen. En er is ook een aardige film over de moordenaar van Rostock. En die titel weet ik niet meer. Met Donald Sutherland. Speelt zich ook af in Oost-Duitsland. Goeie film. Lekker traag. En de, de aanhouder wint. En Donald Sutherland die speelt daadwerkelijk een acceptabele rol. Dat je denkt van nou misschien kan het. Mijn dochter was ontzettend fan van Breaking Bad. Mwa. Mwa. Het is echt een film voor jonge meisjes. Met Jesse Pinkman. En voor de rest is het voor mij als man, denk ik... Ja, 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 ja. Ik vind de opvolger daarvan... Dat is Better Call Saul. Amusanter. Dat is leuker om naar te kijken. En van Breaking Bad. Oh, Dat dus is ook wel, nou, wel heel verrassend. Je moet er heel erg met je hoofd bij blijven. En. Het is leuk bij die, als er die optiteling komt, hè, dat je dan met je dochter even scheikundeles kan doen. Want Ca is calcium, CO is kobalt, AG is zilver, AU is goud. En B is borium, Dus dat hebben ze leuk gedaan. Dus Breaking Bad is amusant. Er zit geen enkele boodschap in. En Breaking Bad die geeft uiteindelijk de schuld aan de nazi-Duitsers. En dan weet jij alweer dat het een katholieke film is. Dus wat heb je nou aan een film waarin je verteld wordt dat het altijd weer neerkomt op die Duitsers? Terwijl die Duitsers er helemaal niks aan konden doen. Die kregen die gozer in hun nek. Ja. Wij zitten momenteel ook heel erg Duitse gehoorzaam met mondkapjes in het openbaar vervoer. Wat, wat, wat we dan weten dat ze niet werkzaam mogen zijn. Je mag niet met een werkzaam mondkapje in het openbaar vervoer gaan zitten. Want werkzame mondkapjes zijn slechts voor het zorgpersoneel. En als jij als burger met een werkzaam mondkapje in de bus gaat zitten, dan ben jij een insubordinant. En jij zit de gezondheidszorg te frustreren. Met je werkzame mondkapje, dat komt alleen toe aan de verplegers. En de chirurgen. En die andere doktoren met een witte jas. Dus je moet een mondkapje aanschaffen waarvan jij zeker placht te weten, zeker hoort te weten dat het niet werkt. En dat doe je voor je smoel. En dan mag je met de bus. En iedereen doet mee. Nou, en zijn wij dan slimmer dan die Duitsers? Nou, ik dacht het niet. Ik? En die Duitsers destijds. En de Duitsers een vandaag, die zijn precies hetzelfde als wij. Als de overrijder zegt dat het zo moet, dan doen ze een mondmaskertje op. Dus je hebt niet wat Breaking Bad dan doet, van ja, het zijn die Duitsers. Nee, het is de volgzame burger. En de volgzame burger, die doet maar van alles. Die denkt, ja, de overheid heeft zoveel tijd. En die zullen we wel uitgedacht hebben. Dus dan ga ik met mijn niet werkende mondmasker in de bus zetten. Want dat helpt tenminste niet. Maar ik zie er wel gek uit. En dat vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijk dat ik een idioot uitzie. En het is ook niet goed voor mijn ademhaling, vind ik ook belangrijk. Ik krijg veel te veel CO2 naar binnen, dat vind ik ook belangrijk. Ik vind het echt belangrijk dat als ik de bus uitkom, dat ik dan mijn mondmasker afdoe en denk, haha, nou even ademhalen. En dat ik als het ware in de bus zit, de hele tijd met zo'n niet werkend mondmasker, want het helpt niet tegen corona, hè, maar het helpt wel uh, met het binnenhouden van de CO2. En uh, je wordt er echt een beetje duisterig van, hoor, als je de hele tijd zo in je eigen neus zit te ademen, snap je? Dus uh, helemaal niet yoga. Nee. En jij doet toch ook mee. Dus, hoezo ben jij dan beter dan een Duitser destijds die uh, Geil Gietler riep? Uit uh, doodsangst. En jij zit ook in de bus uit uh, doodsangst met je mondmasker op. En die Duitsers die liepen in doodsangst de loopgraven in. Dus we moeten, uh, de pot moet de ketel niet verwijten, hè? En we hadden het over mooie films. Dus Breaking Bad. Kus. Oh, uh, serie. Nou, voor de rest werken we dan niet. Was dat nou die film die ik dan zag in Chusinski? Dat het Barbara Streisand was? Ik denk het wel. Dat is een bijzonder grappige film. Echt voor 14 jaar en ouder. Ik heb het ook nog gehad dat ik met mijn dochter op vakantie ging. En ik haalde een film bij de videotheek. En die was voor 12 jaar en ouder. Of 10 jaar en ouder. Acht jaar en ouder. En ik met mijn dochter naar naar kijken. En mijn dochter zo van, ja nou, niet boop. En ik ook van, oh wat is dit? Wat een vies taalgebruik man. Om, uh, met uh, voortplanten en uh, nou ja, andere vieze woorden. Dus ik terug naar die bibliotheek, meneer. Ik zeg: Hé, hey, wat is dit voor een leeftijdsaanduiding? Dit is niet voor zes jaar en ouder. Dat zou voor achttien jaar en ouder moeten zijn. Dat is vulgair taalgebruik. En hij is een beetje: Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik, uh, je hebt gelijk hoor. Maar ja, wat moet ik eraan doen? Ik koop die dingen in en het is allemaal uh, voorbedrukt. En, uh, ja, dat is het dan. Ah, ik ben het wel met je eens. Ja. Dus uh, kijk een beetje op waar je naar kijkt. En wat mij betreft mag je naar Bagger gaan kijken, waarom niet? Als je weet dat je naar Bagger kijkt, dan interesseert het mij toch ook niet? Of jou toch ook niet? Waarom niet? Dan kan je zien dadelijk dat als je naar een goede film kijkt, dat je denkt, ja, dit vind ik nou een goede film. Ja, kijk dan ook naar Bagger. Kijk naar de Nightporter. Nee, dat zou ik toch niet doen. De Nightporter is wel heel erg prachtig. Of uh, De Keuze van Sophie. Dat is een verschrikkelijke film. Met Meryl Streep. Of uh, Schindlers List. Dat is ik niet doen. En uh, die andere ook weer. Glorious Bastards. En niet, niet naar kijken. En Django van... Wat is nou? Ook van Pulp Fiction. Pulp Fiction vind ik dus echt wel aardig. Een aardige, onderhoudende film. Een lekker idioot. Uh, anderhalf uur lang uh, je verstand op oneindig. En leuk acteerwerk. En Samuel Jackson speelt toch echt wel aardig. En die, die fan van Saturday Night Movie of zo. Ja, Saturday Night. Weet je nou, die lange man. Die speelt ook wel leuk. En Oma Toenberg zit erin. Nee, Oma Toelman. Toenberg, is van Greta. Oelman. Zo. Ja, Oelman is het toch? Toelman. Dat is wel aardig. Weinig films, hè? Die te beschouwen zijn. Mijn dochter die keek naar die serie Orange is the New Black op Netflix. Ik heb twintig uh, seconden gekeken en ik dacht: oké, okay, ik niet. Dat doe ik niet. Wat is er van onzin? Wat kreeg ze nog meer? Ik denk dat dat een verspilling van je tijd Kijk naar Le Grand de Buff. Kijk naar The Ring. Dat is een hele grappige film. Uh, The Big Lebowski. Die vind ik toch ook leuk? Sorry hoor, dat vind ik dus leuke films niemand Niemandalletjes. Ja. Het begint helemaal nergens over. En dan tussenin gaat het nog steeds nergens over. En dan is het afgelopen, want het ging nergens over. En je hebt anderhalf uur lang uh, met verbazing zitten kijken naar iets wat nergens over ging. <laughs> dat is kunstig. Ja, dat is van de geboerders Koen, toch? Joodse mensen. Ja, een aangename film, hoor. Zo grappig. Alleen maar lachen. Dat is, dat is er ook leuk. Hoef je niks van te leren. Is alleen maar lachen. Dat is er ook leuk. Moet je van ieder moment dat je kijkt naar een beeld... moet je er wat van leren? Waarom? Gewoon een beetje lachen. En wat ik ook een erg bijzondere film vind... Dat is de The Blair Witch Project. Dus van kinderen. En die hebben een project voor de Filmacademie. En dan moeten ze zelf een film gaan maken. En dat gaan ze dan doen. Van een heks in uh, de, de Blair of zo. Hè. Blair, de heks. En dat, dat doen ze dan alsof ze dat gaan filmen. En wat gebeurt er dan? Oh jee, oh jee. Ze worden gevangen door de heks. Erg spannend. Hele lage kwaliteit. En ontzettend leuk acteerwerk. Heel rustig. Iedereen is in paniek en wil dat niet laten merken. Want we gaan er allemaal aan. Leuk ah, leuke film. Die blijft je wel bij. Ik ben er nog één vergeten. Weet ik nu al. Die ik ook zo goed vond. Ach ja. Weet je dat ook alweer? Dat is ook van die dogma uh, groep. Maar dan die andere. Lars von Trio. Die heeft zo'n film gemaakt. Pak hem er even bij. Een soort einde-der-tijden-film. Ja, even kijken hoor. Antichrist, zo heet ja. Heel erg eng. Een hele mooie natuur. Dat is toch belangrijk. Ik vond het wel een mooie filmbespreking. Het is, uh, ik heb een hele hoop films genoemd. Ik weet niet of ze allemaal in de titel gaan weten te proppen. Maar misschien doet dat er ook wel niet toe. Ja? Tot mijn volgende een beschouwing. Die misschien wel weer over films gaat. Ja, je wil het niet. Doei.